volgende aflevering van de FC24 Harry van der Haring Player Career. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. Oké, broskies, ik weet, ik heb een paar dagen geen Harry van der Haring upload gedropt. Maar dat kwam natuurlijk door NBA 2K25. Maar de Harry van der Haring serie is nog niet afgelopen, broskies. We gaan even kijken naar de kalender. We zitten in de maand maart. Wacht even, maart, april, mei, 3 maanden. Het einde is nu al nabij. Weet je wat we gaan doen dan? We gaan alle wedstrijden spelen in de maand maart. De wedstrijd tegen Heerenveen. De thuiswedstrijd tegen AZ Alkmaar. En de uitwedstrijd tegen NEC Nijmegen. Ondertussen staat Harry van der Haring op plek 11 met 10 doelpunten. En dan zou je denken, dat is niet speciaal. Maar kijk naar het rechte rijtje. Hij heeft maar 4 wedstrijden gespeeld. Oh my god! Harry is de beste speler in de Eredivisie. Daar is geen twijfel meer over mogelijk. Wedstrijd nummer 1... is de uitwedstrijd tegen Heerenveen. En ik moet je eerlijk zeggen, Harry van der Haring had ook contact met SC Heerenveen voordat hij koos voor Go Ahead Eagles. Harry van der Haring, 10 doelpunten in 4 wedstrijden tijd, jongens. Trouwens, eventjes dat terzijde. FC 25 is om de hoek. Als je er ook zin in hebt, doe gewoon even een duimpje omhoog, man. We moeten even kijken. Nog 10 dagen wachten. Of 9. Hangt er vanaf wanneer ik deze upload. Maar goed, zoals ik al zei. 10. Waar, hij pakt de bal af. Harry van der Haring. En dat gaat hem niet lukken. Dat is de laatste paar wedstrijden. Lukt het hem niet. Hij heeft wel een paar skill moves. Maar hij is nog niet op dat niveau. En komen wij op 8. We komen op achterstand. SC Heerenveen pakt de leiding tegen Go Ahead Eagles. Even kijken hoor. Mooie paas. En die keeper, even kijken naar die keeper. Dat is, ja, ik. Dat is de fout van de keeper. Maar het begon natuurlijk bij balverlies van Harry van der Haring. Laten we eerlijk blijven. Thanks, Ted. Lindhorst. Harry. Harry van der Haring! Oh, wat een actie. Maar dat schot was eigenlijk best wel zwak. Tahiri. En ergens is een overtreding gemaakt. Dat betekent we hebben weer de bal. Klein beetje geluk. Harry. Harry van der Haring! En daar is de eerste doelpunt van de wedstrijd. En ik ben weer vergeten om die viering te veranderen. Niet vergeten alsjeblieft na deze wedstrijd. De gelijkmaker voor Go Ahead Eagles. En dit was echt een uitstekende paas. Maar dat schot, ja. We hebben het wel voor Harry van der Haring, hè. Je zou bijna vergeten dat hij speelde voor Leverkusen in de Bundesliga, hè. De topscorer van de Bundesliga. Je zou het gewoon bijna vergeten. En hij heeft ook gespeeld in China. Bizar, hè. Harry van der Haring heeft gewoon in Duitsland en in China gespeeld. Wacht even, lekker verdedigen. Tot aan de middenlijn ga ik mee verdedigen. We pakken daar net niet de bal af. Het staat pas 1-1. Hij is er net niet langs. Kan ik hem geven? Gewoon weer afgepakt. Die verdediging van Heerenveen is goed bezig. Van Ottele. Witteveen. En ja hoor, met hulp van Harry. Werk aan betere timing, dan... Weer de bal afgepakt! Die verdediging van Heerenveen is anders. Hij draait weg. Wat is er met die verdediger van Heerenveen dan? Wij pakken ook elke keer de bal af trouwens. Hey Lindhorst. Dat is een klein beetje risico. Harry. Wat een schijnbeweging! Klaverboom met de redding. En natuurlijk blijft die bal binnen. Wat een schot. Geen foutjes. Ja. Ja. Ja, waarom weer af... Weer afgepakt! Moeilijke wedstrijd, mooie paas. Rechts, Lindhorst. Had hem kunnen geven, doet het niet. Deed het niet. Dijl. Zal ik hem vragen? Ik vraag hem gewoon, ja. Niet weer de bal. Hey, ze pakken hele tijd die bal! Ah!
Wat een wedstrijd, man. Elke kans. En we pakken de bal af. Nou. Story of my life. Wat? Keeper, wat deed je nou, man? 1-1. Wat een rare wedstrijd. Alle kansen werden gewoon gestopt. Het is nu heel belangrijk voor Harry van der Haring om rustig te blijven. Hij heeft nu al 11 doelpunten gemaakt. Deze gaat hij sowieso niet missen, jongens. 2-1. 2-1 voor tegen SC Heerenveen. Hij staat ondertussen op 12 doelpunten. In 5 wedstrijden tijd. 12 doelpunten in 5 wedstrijden tijd. Ongekend. Ja, ja. Ah, net niet. Deze keer net niet. Thanks, Ted. Tussendoor. En daar is de hat-trick voor Harry. Het heeft even geduurd. Maar dan heb je ook wat. Harry van der Haring heeft de hat-trick. Het staat wel 3-1. Dus vraag om de wissel is volgens mij denk ik wel iets te riskant. We hebben hier Tankstedt aan de bal. En dat doe je goed hoor. Een leuke sleep. En hij probeerde de paas te geven. En het wordt gewoon afge... Ga je niet menen? Wauw. Oh, voor ons. Harry. Harry. Van der Haring is de naam. Harry! Zonde, jongen. We moeten dus eigenlijk iets meer naar links. Dus aan de linkerzijde van de laatste guy. Ja. En is dat geen op... En hij is weer geblesseerd geraakt, jongens. Harry van der Haring... Bruh. Is van glas gemaakt, man! En het was gewoon niet eens overtreding, hè? Witteveen. Tussendoor Nicolescu. Oh, goed verdedigd. Zarawi! Was het de keeper of was het de paal? Ik heb geen idee. 3-1 moet voldoende zijn, maar... het is toch best wel een lastige wedstrijd geworden. Ja, en je kan het zien. Blessure voor Harry. Blessure voor Harry. Ik ga wel vragen om te wisselen. We gaan het zekere voor het onzekere nemen. Harry van der Haring gaat eraf. Nu is de grote vraag. Hoe ernstig is de blessure van Harry van der Haring? Gelukkig hebben wij wel de wedstrijd gewonnen. Maar... Hoe zit het met de blessure? Sowieso de man van de wedstrijd, juist. Maar, hoe zit het met de blessure? Hij is niet geblesseerd, gelukkig. Harry van der Haring pakt Speler van de Maand Award voor februari. Op welke plek staat Go Ahead Eagles? Staat nu officieel op plek 6. Het verschil met AZ Alkmaar is 3 punten. En in deze aflevering... Sterker nog, de volgende wedstrijd is tegen AZ Alkmaar. Daar ben ik benieuwd. Wie vlamt er bij AZ Alkmaar? Zadik met 10 doelpunten. Smit met 7. En Van Bommel ook met 7. En ze hebben ook Smit met 7 assists. En dat was het. Wij hebben natuurlijk, je weet het al, Harry van der Haring op plek 3 nu. Met 13 doelpunten in 5 wedstrijden tijd, jongens. De volgende wedstrijd is misschien wel de belangrijkste wedstrijd voor Go Ahead Eagles dit seizoen. De wedstrijd tegen de nummer 4, AZ Alkmaar. De plek die Go Ahead Eagles nodig heeft om volgend seizoen Europees voetbal te spelen. We gaan naar de wedstrijd. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. For me, I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can't always have it all. Harry van der Haring. Harry van der Haring and it's not 8-0. Harry van der Haring in de Eredivisie. Müller.
Juist. Mastoras of zo, van Bommel. Hier is Smit. Pavlidis, ja, dat is de gelijkmaker. Oh, wat een redding! Wat een redding, en ze laten niet eens de herhaling zien. We moeten verdedigen. We gaan proberen om die bal weg te koppen. Waar gaat die bal in? En daar gaat die bal erin! Nee! Van Bommel! Bijna met de gelijkmaker! Wat een kant, man! Met de achterkant van zijn hoofd. Daar gaat er gewoon bijna in. Wauw! Van Bommel, de zoon van legende Mark van Bommel. Met een beetje... Zo, die slijding heeft hem gewoon geholpen. Maar goed, hij is dus de zoon van Bommel, Mark van Bommel. Maar hij is een groot talent, hè? Ruben van Bommel. Pavlidis. Dat gaat hem niet worden. Pinto gaat hem... Die levert hem meteen in. Pavlidis. En dit is Meinand met de gelijkmaker. Wat een fout wordt er gemaakt. En meteen afgestraft door de nummer 4 van de Eredivisie. Het gaat compleet fout achterin bij Go Ahead Eagles. En Meinands straft het af. Lekker begonnen, maar AZ Alkmaar dus ook. Ruimte. Mooie actie. En zo. Goed verdedigd van Dekker, hoor. Hé, hey, foutjes. Foutjes worden er gemaakt. De bal wordt niet ge... Harry. Harry, die gaat er net niet in. Ai, 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 ai. Volgende grote kans voor Go Ahead Eagles, maar deze gaat net naast. Zonde, Harry. Kan dit een foutje worden? Nee, goed uitgespeeld. Tenzij, nee. Smit, ja, dat doen ze goed. Wauw, oké, ze zijn wel de bal kwijt. Amova. En dat is een goede paas, Lindhorst. En de volley, zo, weer goed voor... En weer goed verdedigd, jongens. Zo. Penetra. Oké, ze zijn er langs. Hartog. Meinands. Maker van het eerste. En enigste doelpunt van AZ Alkmaar. Hier hebben we Pavlidis. Oh, nee. Oké, ja. Die bal valt gewoon terug. En het staat 2-1. En het is Van Bommel met het doelpunt. Zijn 8e van het seizoen. AZ Alkmaar heeft de voorsprong te pakken. Ja, dit is natuurlijk wel pure pech. Want hier, goed verdedigd. Maar dan valt natuurlijk die bal perfect terug voor Van Bommel. Met een beetje... Ja, dat is toch een overtredingsheid. Hé, die pas was zo slecht, die voorzet. Ah, een gemiste kans. Geen overtreding. Ah, man. Hij was aan het struikelen en kon nog steeds die bal gewoon controleren. Pavlidis. Het kan heel snel uit de hand lopen trouwens nu, hè. Het kan heel snel uit de hand lopen nu. Meinand met de volgende. En Go Ahead Eagles staat achter met 3-1. Europees voetbal lijkt nu heel ver weg voor Go Ahead Eagles, jongens. Harry van der Haring. Jouw beroemde run. Harry van der Haring. Jouw beroemde run. Wat de? Is Dekker echt zo snel? Is hij echt zo snel? Maakt niet eens uit. Het is gewoon weer AZ Alkmaar. Het is niet toch... Bijna gewoon 4-1. We moeten trouwens spelen als linkerspits. Jammer van de wedstrijd, hoor. Jammer van de wedstrijd. Smit aan de bal. Van Bommel. Pavlidis 4-1. En dan gaat erin. Ja, 4-1. Het is klaar. We kunnen bijna vragen om de wissel, want dit gaan we niet meer goed maken. Nee hoor, die verdediging is echt bizar goed, jongens. En de aanval trouwens van AZ ook. Want hier is Pavlidis en er is niemand. Er is... En weer valt die bal perfect. Ai, ai, ai. 4-1 achter, jongens. Kan Harry van der Haring het onmogelijke doen tegen AZ Alkmaar op bezoek? Bij 5-1 is het trouwens klaar. Lekkere redding van de keeper. Maar bij 5-1 is het klaar. Ja, we gaan ook niet meer verdedigen. Het staat toch al 4-1. We moeten nu gewoon puur gaan aanvallen. Lekker gedaan. Het gaat hem niet lukken, jongens. Nee. Nee, we moeten het gewoon accepteren. We
We gaan vragen om de wissel. We vragen om de wissel, want Goat Eagles is niet in staat om de bal in de ploeg te houden. Dit heeft gewoon totaal geen zin. En dit betekent dat, ja, Europees voetbal bijna voorbij is. Ja, Harry van der Haring speelt natuurlijk bij Goat Eagles, hè, dus ja. Even kijken. Het verschil met AZ is 6 punten. Het is nog wel mogelijk, maar het is, ja, weet je, nu moeten we volgens mij wel alle wedstrijden winnen. Dan gaan we naar de wedstrijd tegen NEC Nijmegen. NEC Nijmegen staat op plek 6. Weer een belangrijke wedstrijd. Wij staan op 7. NEC heeft Ogawa met 12 doelpunten. Van der Haring heeft er 14 op plek 4. Ze hebben dus blijkbaar een goede spits. Laatste wedstrijd van de aflevering is de wedstrijd tegen NEC Nijmegen. De thuiswedstrijd. Correctie. Een uitwedstrijd. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Ik denk dat we met z'n allen wel hoge verwachtingen hadden van de wedstrijd tegen AZ Alkmaar, maar we zijn wel eventjes met onze neus op de 50 druk. Harry van Haring gaat hier wel lang. Ja, dat moet hij sowieso afmaken. Nou, hij kan het gelukkig nog steeds. Maar we hadden hem nodig tegen AZ Alkmaar. Ik moet je eerlijk zeggen, hij heeft het ook wel een klein beetje laten afweten tegen AZ. Eerlijk is eerlijk. Er is natuurlijk nog wel een kleine kans dat wij Europees voetbal kunnen spelen volgend seizoen. Maar dan moeten we volgens mij alle wedstrijden winnen. Tenminste, zoveel mogelijk. En AZ Alkmaar moet natuurlijk wedstrijden verliezen. Koki. Hansen. Het zal toch niet weer gebeuren, hè? Het is gewoon weer de gelijkmaker. Elke wedstrijd weer. Onze verdediging is gewoon gatenkaas, jongens. Jongens. LOL! Nee, het duurt te lang! We staan hier al een tijdje en we moeten door eens voor de Bruh. Waarom hij niet gewoon meteen in één keer paast, is mij een raadsel! Maar we hebben nog een kans misschien. Oku. Daar is het doelpunt! En de tweede voorsprong van de wedstrijd. 2-1 voor. 15 minuten nog te gaan in de eerste helft. NEC Nijmegen heeft de corner. NEC Nijmegen heeft de volgende corner. Bruh. Rustig blijven. En dat is bijna een doelpunt. De rebound die is voor NEC, maar ja. Waar hij niet anders verwacht. Hij gaat er langs. We gaan gewoon even kijken. Ja. Daar hebben we helaas de gelijkmaker. Sander die pakt Harry van der Haring eventjes keurig netjes aan. Ik ben eventjes even. Heel erg teleurgesteld in mijn team. Want dat doelpunt, dat tweede doelpunt was echt bizar. Harry van der Haring. Nee. Oh my god. Oké, daar gaan we dan. Als je fluit, ga ik echt gek worden. LOL! Harry is veel te snel. En daar hebben we de derde voorsprong voor Go Ahead Eagles. Bizarre wedstrijd is dit aan het worden. En de scheids gaat meteen fluiten. Want ja, dat was natuurlijk al ruim in blessuretijd, jongens. Nog één helft te gaan. En Harry van der Haring heeft trouwens de hat-trick. Dat is me helemaal ontgaan. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat we voorstaan. Maar ja, onze ver... Wacht. Nee, waarom draai je? Speel samen dan! Jongen! Harry! Ga je niet menen wat de redding van Roes? Oké. Okay. Oh, hij moet. Waarom mag hij ze. Ik wil hem niet nemen. Ik wil gewoon die kop. Hey! Hij gaat er! Nee! Ah, kom op. Wat een paas, hè? We gaan terug in de spits. Er is ruimte. Oku. En nu wel de assist. Daar is wel de assist. 4-2. Dat doet hij niet heel vaak. De assist geven, Harry. Everink. Kijken of we de lange bal kunnen vragen.
we hebben het zwaar, we hebben het zwaar. Hij is ontsnapt. Volgende assist? Wat? De volgende assist! Wat een wedstrijd, man! Ongelooflijk, gewoon uit het niets. De eerste helft ging zo zwaar. En nu staan we gewoon 5-2 voor. Heerlijk, man. We gaan gewoon de wedstrijd winnen. Sandler! En daar gaat hij eraf, jongens. Harry van der Haring is klaar. Een hat-trick en 2 assists voor Harry van der Haring. En we winnen de wedstrijd met 5-2. Het verschil met AZ Alkmaar is 6 punten. We hebben evenveel punten als Heerenveen. En NEC Nijmegen en FC Twente staan onder ons met 3 punten verschil. Europees voetbal is nog mogelijk voor meerdere ploegen. Maar goed, broskies, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. I'm out, ski.